Goedemorgen iedereen! Eigenlijk is het wel middag, maar goed, ja. Maakt niet uit. Goeiedag iedereen, welkom terug bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. En we zijn terug voor een nieuwe update video, hè, ja. Dus, wat heb ik gedaan? Ik ben op Facebook geweest en heb op zo'n groep Gift. Ik heb dat in het verleden nogal gedaan. Gift Roeselare, en dat is zo'n een groep op Facebook die, ja, waar dat je zo'n beetje van alles kunt opzetten, gratis. Bijvoorbeeld dat je nu zegt hier, die stoel, ik moet dat niet meer hebben, dan zet je dat erop en de mensen, als ze geïnteresseerd zijn, reageren ze erop en kunnen ze erom komen. En wat heb ik gedaan? Ik heb een oproep gedaan van, zijn er soms mensen in Roeselare die gratis dvd's zijn of zo? En wat moet er lukken? Dat ik in totaal 3 reacties gekregen heb op dezelfde dag. En dus ik was s'morgens gaan werken en s'middags mocht ik op die 3 adressen mocht ik erom gaan. Ik had in totaal 5 dozen, waarvan dus 3 bananendozen en 2 kleinere. En ik ga zeggen, meer dan een helft, ik denk 90%, heb ik eigenlijk allemaal moeten wegsmijten. Want dat was allemaal of porn, of... mijn vriendin staat daar, hè. Ze is al aan het lachen. Dus het was porn, of wel zaten er gewoon geen discs in, of het was gekopieerd, of zaten scharten in de cd's, niet normaal, of ze waren zelfs gewoon gebroken, weet ik wel. De grootste brol ooit heb ik gekregen van die mensen. Maar er zat natuurlijk ook goede dingen in. Ik heb in totaal 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 46 titels in totaal. Allemaal films dat ik nog niet heb. Ik weet niet, zijn het goede, zijn het minder goede. Sommige heb ik er wel al van gezien, sommige niet. Maar kijk, ik ben toch blij met wat ik natuurlijk gekregen heb. In totaal, hoeveel was het weer? Ja, ik heb het nog maar juist gezegd, ik ben het al vergeten. In de 40 titels. En voilà, we gaan een keer tonen wat we allemaal gekregen hebben, gratis. Ik ben sowieso content, of dat ik nu meer of naast heb om me moeten wegsmijten. Er zat enorm veel van deze films ook tussen, van die, je ziet al waarom, maar ook veel van die cinema kaskrakers. Ik weet zelfs niet van waar dat eigenlijk komt. Komt dat van, hier, het laatste nieuws. Oké, dat komt blijkbaar van het laatste nieuws. Het zaten er enorm veel van de dieren, maar eerlijk gezegd, ik heb die niet graag in mijn collectie. Dat is allemaal zo, ik heb liever de originele doosjes. Dat is dus een straaljager die passeert. Al de die heb ik ook gewoon in een doos gestoken en die heb ik allemaal in de kringloopwinkel gedaan. Ook alles wat er zo wat lichte schartjes op stond, of weet ik veel. Maar ik moet dat niet aan. Ik heb liefst mijn discs allemaal zonder scharten. En die heb ik dus allemaal naar de kringloop gedaan. Goed, dan gaan we even beginnen met de toon wat we dus allemaal gekregen hebben. Dus eigenlijk is dat de eerste. Nu ga je zeggen van, ja, maar ja, dat is zo'n cinema kaskraker en je wil dat niet. Het is waar, maar... Van het weekend ben ik met Rimzy naar de rommelmarkt geweest. En hij zei opeens van... Ja, ik heb al veel gehoord van die film hier, The Deer Hunter. Het schijnt dat dat wel een goede film is. En het is ook een winner of 5 Oscars. En ik ken totaal niks van die film. En daarom heb ik die wel een keer gehouden. Omdat ik wel een keer benieuwd ben wat voor een film dat is. Dus mensen, als je weet wat voor een film dat is, laat het mij een keer weten in de comments. Goed, voilà. En de volgende film is It, die heb ik uiteraard wel al gezien. Al de films heb ik ook allemaal moeten opkuisen. Zowel de discs als de doosjes, weet ik veel. Want ze waren zo vuil. Het was niet normaal wat voor stof en andere vuiligheid dat eraan hangde. Ik weet zelfs niet hoe in godsnaam dat je zo je dvd's vuil kunnen zijn. Bij sommigen hangde tomatensaus aan, weet ik veel. Ja, het was echt niet normaal. Maar, maakt niet uit. Voilà, dus de volgende film van Stephen King, It. Voilà. Dan, de volgende film is met Linda Hamilton en James Belushi. Die film ziet er een beetje cheap-ass uit. Maar, gewoon Linda Hamilton zie ik wel graag spelen. En daarom is dat de film Separate Lives. Voilà, Separate Lives.
Nog nooit van gehoord, nog nooit gezien. Dus ik ben wel een keer benieuwd. Dan, de volgende film is een trilogie. Daar ben ik wel... er zijn er vier van. Dat is een boxset van The Hunger Games. Daar ben ik wel heel blij mee, want die act nog niet. En hier is de part 2, Mockingjay part 2. Voilà, dus ik denk enkel de eerste en de tweede gezien. De eerste van de calls is heel goed, de rest heb ik nog niet gezien. Dan de volgende is een Vlaamse film, die heb ik ook al een keer gezien. Dat was wel een goede film, dat is Dode Hoek. Met, hoe noemt hij weer, Peter van den Begin en Jan de Cler. Voilà, zie. Dode Hoek. Dan de volgende heb ik nog niet gezien, is van Looney Tunes. Het is een Franse cover, maar het is ook met een Nederlandse ondertiteling en Engels gesproken. Dat is met Brandon Fraser en Steve Martin. Voilà. De Looney Tunes. Dan de volgende film is ook van Looney Tunes. Rabbids Run. Het is wel een original movie. Ik dacht eerst dat er zo, weet ik veel, een of ander cheap-ass rip-off, weet ik veel, DVD was. Maar het is blijkbaar dus een original movie van Looney Tunes. Dus ik ben wel een keer benieuwd naar voor dat te bekijken. Goed. Dan, de volgende ben ik ook blij mee. Had ik nog geen één van. Dat is de Hangover-trilogie. Voilà. Dan, de volgende. Maar die weet ik eigenlijk niet of ik hem al heb of niet. Ik heb eigenlijk niet gecontroleerd. Maar ik denk dat ik hem wel al heb. Dat is Jackass the Movie. Voilà, super grappig dat er. Dan, de volgende is een animatiefilm van de Smurfen en het Verloren Dorp. Voilà, die. Er zaten ook veel van die dvd's in met zo'n aflevering van de Smurfen. Maar ja, dat moet ik allemaal niet aan, die tralala. Dus dat heb ik ook aan de kringloop gegeven. Dan, de volgende is de Pixar Story, een documentaire van Disney. Voilà, ben ik ook wel blij mee. Dan, de volgende is met Robert De Niro en John Cusack. Dat is The Bagman. Zakman, voilà ze. Die schiet met zakken. Pio, pio, pio. Pio, pio, pio. Ik ben Zakman. Ja. Goed, de volgende is Hellraiser Hellseeker. Voilà. Nog nooit gezien. Zo. De volgende film is met Drew Barrymore. Dat ziet er ook wel een beetje een cheap-ass doosje uit. Misschien ook wel een cheap-ass film. Maar nogthans, Drew Barrymore zie ik graag spelen. En er staat ook bij dat waar gebeurd is. Dus hier is de Amy Fisher story. Voilà. Dan de volgende film heb ik wel al een keer gezien vroeger. Ik ben normaal niet aan die dance movies. Maar die vond ik eigenlijk wel nog goed. Dat is Honey met Jessica Alba. Dan de volgende film had ik nog niet. Is natuurlijk een classic. Iedereen kent hem. Het is E.T. Dan de volgende film is met Paul Walker en Gerard Butler. Gerard Butler of zoiets. Hoe noemt hij eigenlijk? Gerard Butler, ja. Dat is Timeline. Die heb ik wel al gezien, maar is super lang geleden. Dan de volgende is met Brad Pitt. A River Runs Through It. A Robert Redford film. Ook nog niet gezien. Nog nooit van gehoord. Dan de volgende films heb ik ook nog niet. Is The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 en Part 2. Voilà, dat is wel een cool doosje nog. Zo. En dan zo. Voilà, een schone editie. Dan de volgende is met Steve Carell en Timothy Chalamet. Weet ik veel. Beautiful Boy. Voilà, volgens mij is dat die jong van Dune. Ken hij dat? Nee, hè? Dat is ook. Dan, de volgende film is. Wacht even. Ik ga ze hier eerst keer alle drie tonen. Zo, zo en zo. Ook nog nooit van gehoord, maar dat is ook een trilogie met Christopher Walken. Dat is The Prophecy. 1, The Prophecy 2 en The Prophecy 3. Nog nooit van gehoord, dus mensen, laat me een keer weten of dat goed is. Het staat op Thriller. Dus als er 3 van gemaakt zijn, zal dat wel goed zijn, zeker.
Dan de volgende film is een Jackie Chan dat erin zat. Heart of the Dragon. Voilà. Dan de volgende ziet er mij de meeste B-film uit ooit. Met Dean Cain van Superman. Dat is Dragon Fighter. Bij dat gewoon goed is voor als je gewoon goed zat zit en zegt van kon ik nog een film kijken. Dat je naar dat kijkt. Ton beseft het ook niet meer en zo veel te beter. Dan de volgende is The Ninth Company. Ken ik ook niks. Is blijkbaar een Russische film. Russisch gesproken, voilà. Dus zal wel een Russisch film zijn, niet dan? Ja. Dan de volgende is Antitrust. Ken ik ook totaal niet. Dan de volgende, ik weet het, ik ga iets zeggen nu. De meeste mensen gaan mij niet geloven. Maar toch is het zo, ik heb die film nog nooit gezien. En nu als zij zeggen, allee, zo'n klassieker heb je nog niet gezien. Dat is Edward Scissorhands. Heb je dat al gezien? Ja. Ik heb dat nog niet gezien. Ah ja, voilà. Edward, dat is met Johnny Depp, hè? Ja. Johnny Depp en Winona Ryder. Maar hier moet ik zien dat ik de stickers nog moet afhalen. Dus dat ga ik zeker een beetje dan nog doen. Dus ja, Edward Scissorhands heb ik nog niet gezien. Dan de volgende heb ik wel al gezien. Dat is ook een classic. Heb je dat al gezien? Dark Crystal. Met die pupjes. Dat is wel een klas. Ja, dat is wel een bekende film, hè? Oké. Okay. Weet je wat? Zet u een keer naast mij en we gaan een keer aan. Dus Dark Crystal. Dan de volgende ken ik ook totaal niet. Dat is He Loves Me, He Loves Me Not. Ken jij dat? Ook niet. Dan de volgende, hoe of niet hoe, ik weet het niet. Dat is Flooding. Ken ik totaal niet. Dan de volgende, ziet er ook maar een cheap ass uit, maar het is wel allemaal bekende mensen die erin meespelen. Dat is Return to Sender. Dan de volgende is met Olivia Newton-John. Dat is Xanadu. Xanadu, bang, 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 Xanadu. Now we are Xanadu. Xanadu for you. Zo doet ze naar mij. Allee, dat is nu goed, hè? Ja. Dus ja, Xanadu. Ik weet totaal niet wat dat is. Dat denk ik ook dat dat een musical is. Dan Long Time Since. Weet ik ook totaal niet wat dat is. Voilà. Mensen, als het gulder weet wat dat is, laat het mij een keer weten. Hè. Dan de volgende zit nog in plastiek. Dat is de Caviax. Dat heb ik wel al gezien. De Caviax, die serie. Ja, Caviax. Lijkt de cavia. Dan de volgende is Red Dragon. Voilà. Dan de volgende is blijkbaar een boxfilm. Ook nog nooit van gehoord. Black Cloud. Ken ik niet. Dan de volgende is Scars of Dracula. Ken ik ook niet. Dan de volgende is met Scarlett Johansson en John Travolta. A Love Song for Bobby Long. Ken ik ook niet. En dan de volgende is Between Strangers. Voilà. Ken ik ook niet. Dus ik heb dan nog twee films, maar die zijn niet voor mij. Die zijn voor onze goede vriend Rimzy. Hij heeft er mij dus van het weekend nog over gesproken op de Rommelmarkt in Tielt. Zei het tegen mij, ja, ik zoek die film met Ryan Reynolds als hij zo dik is en dan vermagert hij en bla bla bla. En, wat moet er lukken, in die hoop zat die film Just Friends, dus dat is voor hem. En die had ik al, en ik weet dat Rimzy graag horror ziet, dat is Drag Me to Hell, die is ook voor hem. Voilà, dat waren al de films dat ik gratis gekregen heb via Facebook. Ik heb er wel serieus mijn werk aan gehad voor alles op te kuisen en alles te sorteren en weet ik veel allemaal. Maar maakt niet uit, ik heb al de rest heb ik gewoon allemaal naar de kringloop gedaan. Zal er nog een keer sorteren en doen en maakt mij eigenlijk allemaal niet uit. Dus voilà, dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Zo hè, duimpje.
En zijn we zo naar mij. Niemand die dat kan zien. Dus allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Salutjes, hè. Salut. Yo.